Als je heel goed je best doet op school, dan mag je naar de HAVO. Als je nog beter je best doet, dan kun je misschien wel advocaat worden of zelfs dokter. Van jongs af aan merk je dat het beeld is dat geschetst wordt bij kinderen. En ik geloof veel meer in een andere aanpak waarbij je kijkt van wat vind je heel erg leuk om te doen, waar houd je je gewoon graag mee bezig. Op die manier vind ik het belangrijk om mee te kunnen denken, ook op scholen, van hoe kunnen we nou zorgen dat we kinderen in hun kracht zetten en hoe kan ICT daarbij helpen. Mijn naam is Guus Swerink en ik ben projectleider implementatie en migratie bij de Roofgroep. Ik merkte dat ik meer behoefte had aan een rol in een bedrijf waarbij ik meer bij kon dragen aan onze samenleving. En na mijn eerste gesprek bij de Roofgroep en de toelichting op het concept hard voor leren wat gevoerd wordt binnen het bedrijf, merkte ik van nou, dit combineert en mijn passie voor communicatie en mijn gevoel dat ik ergens iets bij wil dragen aan een hoger doel. En ik wil bij deze partij horen. En ook al ben ik niet de typische ICT-man, ik wil daar graag mee aan de slag om mooie dingen te bereiken. Mijn belangrijkste taak als projectleider is ervoor om te zorgen dat ik op de hoogte ben van alles wat binnen het project speelt. Om te voorkomen dat we tegen verrassingen aanlopen. Daarna heb ik heel veel contact met de klant en is het heel belangrijk dat ik toch de technische materie waar we mee bezig zijn weet over te brengen op de klant. En ook dat de klant goed begrijpt van waar zijn we mee bezig, waar gaan we naartoe en wat mag ik van de Roofgroep verwachten.